Hier in het historisch centrum van Ljouwert waart ôfrûne tongersdei voor de vijfde keer de Vredeman de Friesprijs voor farmjouwen uitreikt. 58 farmjouwers uit Friesland hun werk inleveren. In Friesland wonen en werken zo'n 500 farmjouwers, mensen die mooie dingen maken. Farmjouwen gaat bijgelijk zo'n soks, wattelijke huskes waarin je je veromloeken kennen. Of soks. Of een mooi boek, zoals Barbara Jonkers het verhaal van de Koude Kruistocht verpakt heeft. Maar het kan ik een mooie jernboom wezen. Het werk van de oven nomineren is uitstald in Keramiekmuseum het Prinsessenhof. Eén keer in de twee jaar wordt de prijs uitreikt. 58 farmjouwers die een mooi dit hier. En het gaat dan net alleen om het eindproduct, maar vooral om een slaggegeerwerking tussen de opdrachtjouwer en de farmjouwer. De eerste prijs ging naar Rutmer van Hulzen van BWH Ontwerpers, maken van het Openbaar Ministerie arrondissementsparket Ljouwert. Vooral de manier waarop het hij met de privacygevoelige informatie van zijn stik rekken houden het in de farmjouwen, wie van de jury een eye-opener. Is zo'n ontwerp voor jou nou ik heel iets oors, als was het oorsdocht, of zoiets van ja, nee, dit maak ik elke dag? Nou, dit zijn wel een beetje de krenten in de pap wat dat betreft. We hebben heel veel vrijheid gekregen van onze opdrachtgever. Ja, en dan kun je het echt tot iets bijzonders komen. Dan kun je een mooi concept bedenken en echt iets bijzonders maken. Dus, en dat gebeurt niet heel vaak. Nou, ik vind bijvoorbeeld die Jernboom daar, vind ik heel mooi. Maar die vind ik vooral ook mooi om het verhaal wat erbij heeft. Het is omsmeed goud, maar het zijn al je oude sieraden uit de familie. He, bijvoorbeeld machetknopen van Oud Omke, ring van Beppe, een oude Jernboom. Maar die had ze helemaal had een nieuwe vorm van maken, een hele mooie flexibele Jernboom. En die juist weer terug voor volgende generaties. Maar daarmee komt die hele familie in zo'n Jernboom bij elkaar. Dat vind ik prachtig. Eervolle vermelding zien er van het werk van Saskia Zuiderduin, de Jernboom, Henk Rusman, een stek, Scholtanders en Baaiings, drie series producten van verschillende materialen en nog eens Rutmer van Hulzen voor een boekje maken in opdracht van de stichting Kunstwerk. Er zijn twee dingen die ze graag docht en dat is tekenen en varen. Hier langs zwalken ze over de Vrootzeeën. Ike Reder is illustrator. En omdat ze krekkel iets bandje kregen het, winnen ze nou maar haar vreun onder een sediek onder het Sumerum op Kohol. En richten ze haar, misschien wel noodgedwongen, voorlopig helemaal op het illustreren.